De politieke partij Broederschap en Eenheid in de Politiek, BEP, heeft afgelopen dinsdag haar 46e jaren gevierd. BEP-voorzitter Ronnie Asabina is vandaag tijdens een persconferentie nader ingegaan op het feestprogramma. Middels een variëteit van activiteiten zal deze dag extra aandacht krijgen, zei Asabina. De feestvergadering start op 11 mei. We gaan een groot aantal kernen van Paramaribo installeren en herinstalleren. Zoals we dat eerder hebben aangekondigd, gaan wij onze vrouwen- en genderraad installeren. We gaan ons jongerenbestuur installeren en presenteren. Wij gaan ons campagne-team installeren en ook presenteren. Maar bovenal ook ons een verkiezingsprogramma. Al deze activiteiten zullen plaatsvinden op de dag van onze feestvergadering, zoals ik al eerder aangaf, 11 mei aanstaande. Dat is, als ik het goed heb, zaterdag over een week. Hoewel het verkiezingsprogramma van de BEP pas 11 mei wordt gelanceerd, ging Asabina toch in op de inhoud. Naar zijn zeggen zijn er genoeg ontwikkelingssfeerpunten in het programma opgenomen die heel Suriname vooruit zal brengen. We hebben al af ons verkiezingsprogramma. U ziet met als thema de weg naar glorie en glans voor elke Surinamer. En we hebben ook af ons verkiezingsstrategie 2020. Zoals we bij eerdere gelegenheden hebben aangegeven, maken wij ons op om zelfstandig de verkiezingen in te gaan. Zelfstandig in die zin dat wij nog steeds alles eraan doen om partijen onder de paraplu, samen onder de paraplu van de BEP de verkiezingen in te gaan. In dat kader, het is al oud nieuws moet ik zeggen, dat wij van onze kant getrakt hebben een goede onderstelling te hebben met de ABOP. Maar zoals u weet en, zijn die gesprekken gesprongen in die zin dat het is uitgemond in een passtelling. En we weten dat dat resultaat heeft geresulteerd in die zin dat, het heel veel tongen aan het rollen heeft gebracht. En vanuit deze plaats mocht het zo zijn dat wij op de een of andere manier verwachtingen van één of meerdere personen hebben beschaamd, willen wij van deze plaats onze verontschuldiging en aanbieden. Het was ons menens om te komen tot een onderstanding met, met ABOP. Ronnie Asabina, voorzitter van de BEP, vandaag tijdens een persconferentie. De partij lanceert haar verkiezingsprogramma op zaterdag 11 mei tijdens een feestvergadering.